FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Timbo. Muren, die vorige week in de wedstrijd tegen Helmond Sport zijn 99ste doelpunt maakte in dienst van Volendam. Met andere woorden, hij kan vanavond zijn 100ste doelpunt maken. Amévor en Leliendal is in de openingsfase een extra middenvelder voor Volendam. Ulcik kan zijn actie gaan maken. Ulcik goed in vorm en het is al bijna raak. Scoorde tot dusver slechts één keer. Dat was in de gewonnen wedstrijd tegen Dordrecht. Hier dicht bij de openingstreffer. Eerste minuten waren heel moeizaam voor VVV. Hier neemt het veel te veel risico in de opbouw. En dan kan Muren scoren. Maar laat hij het af. Veerman! Pech voor Veerman. En in de nastoot nog de poeier van de Haan. Muren niet zelfzuchtig. Omdat Henk Veerman er net iets beter voor stond. Je zou zeggen, dit is een wedstrijd om toch met enige vrees tegemoet te zien voor VVV hier aan de dijk. Leliendal gaat het proberen. Oudspeler van VVV, Yannick Leliendal. Mooi verlengd, Ulcik plat. Heeft Veerman bij zich. Veerman, toch maar geschoten. Al was de hoek best lastig voor de topscorer. Jansen, aardige voorzet. Doemtzios probeert het zo ineens. Niet onaardig. En toch een soort van teken van leven van VVV. De Waal, steeds meer initiatief nu toch van VVV. En een kans en een doelpunt. Jazeker, daar is het doelpunt. Maar de scheidsrechter heeft hier een hensbal gezien. Dus gaat het feest niet door. Het leidt direct tot een doelpunt. Het meenemen van de bal met de arm. En dus wordt de treffer afgekeurd. Goed gedaan door Matoeg. Jansen is ook mee. Sierra, Matoeg, Jansen. En bij de eerste paal zit hij er bijna in. VVV is best gevaarlijk aan het worden. Naarmate de eerste helft vordert. Steeds sterker, nu Doemtzios met de kans. Dat wat aanvankelijk een eenzijdige wedstrijd leek te gaan worden, is dat helemaal niet. En ook dit is een goede paas, dan moet het raak zijn. En het is ook raak, daar is het doelpunt voor VVV. De openingstreffer in deze wedstrijd wordt gemaakt door Martijn Berde. En dat doelpunt komt niet uit de lucht vallen. Het doelpunt dat al werd afgekeurd naar de hensbal van Sierra. Maar nu is het wel raak en maakt Berde zijn eerste doelpunt in dit seizoen. Niet tevreden met de manier waarop Curiel. Het is haast alsof Volendam veel te laconiek is gaan voetballen na dat sterke eerste kwartier waarin het een doelpunt had kunnen en misschien ook wel had moeten maken. Sierra. Berde moest even op die bal wachten. Berde toch geschoten. En de redding noodzakelijk van Lauwers. De hoek was lastig voor Berde. Jansen mee naar voren, Ketting mee naar voren. En daar is het doelpunt van Ketting als Lauwers onder de bal doorgaat. En dan staat het 2-0. Wat een verrassing. Het zo slecht draaiende VVV, 18e in de keukenkampioendivisie, komt op 2-0. Wat een fout van Lauwers. Die gaat daar ontzettend knullig onder de bal door. En Doemtzios hier de overtreding maakt. Maar Amévor mag van geluk spreken dat er geen videoscheidsrechter is. Kijk wat hij doet, Amévor. Met de noppen vooruit komt hij daar op de enkel terecht van Berde. Hier gaat Matoeg.
Doemtzios voor het doel. Matoeg. Doemtzios. En gaat hierin. Berde. Het is 0-3. En weer een doelpunt voor Martijn Berde. Hij is de man van deze wedstrijd. Wat een weelde voor VVV, het voorbereidende werk van Naïm Matoeg. Bij de eerste paal toch niet echt overtuigend gekiept weer door Lauwers. En Berde scoort met het hoofd. Veerman. Aardige actie dit van Oelers, maar eenmaal in kansrijke positie schiet hij hem wel erg ver naast. En zo'n avond is het voor Volendam. Ook niet bij een 3-0 voorsprong. Nu dan misschien Muren. Muren moet hem misschien wel gewoon breed leggen hier. En dan wordt het een doeltrap. Jacobs had hem heel graag terug willen hebben. Als Muren nu wel voor zijn eigen kans gaat. Oelers. Die goed invalt bij Volendam. Oelers. Het is druk daar. En Mbuyamba. En nu de kans. En dan moet het raak zijn. Maar wordt de bal naastgeschoten door Kouas. Grote kans. Om eindelijk iets terug te doen voor Volendam. Hier is Muren. Ulcik. Goed gedaan door Amervoor. Nu Veerman. Veerman over de keeper heen. En het doelpunt voor Volendam. En wat is er dan nog mogelijk voor de thuisploeg? Goeie aanval. Waarbij Veerman denk ik net niet buitenspel staat. En dan maakt de clubtopscorer het knap af. Zesde doelpunt van het seizoen voor Henk Veerman. En het verschil is nog maar 2. Martijn Berde wordt gewisseld. Maker van 2 doelpunten. Het is zijn wedstrijd vanavond. En Mbuyamba. Nu Veerman weer. Waarom neem je hem aan? Veerman. Nog altijd Veerman. Die het misschien beter ineens had kunnen doen. Kouas nog. En toch nog een grote kans en een doelpunt. Het doelpunt van invaller Beukers. 2-3. En is het verschil nog maar 1. Zit er misschien nog een punt in voor Volendam? Hier is Oelers. Oelers zet voor Veerman. En een goede redding van Jan de Boer. Bijna de tweede voor Veerman. Bijna de 3-3. De hoekschop van Kouas. Weer is daar Veerman dichtbij. Wordt veel geduwd en getrokken, maar VVV is hier uit de problemen en kan gaan counteren. En kan misschien nog een keer gaan toeslaan. Niet buitenspel en dus een grote kans. En wordt er afgemaakt. Dat wordt het. Mooie goal zeg. De 2-4 van Puppel en VVV wint aan de dijk. Wat een mooie ontknoping. Volendam dicht bij 3-3. Onder andere via Henk Veerman. Maar het wordt prachtig uitgecounterd door de ploeg van John Lammers. En boekt het de tweede overwinning in deze competitie. En na 4 wedstrijden zonder nederlaag verliest Volendam voor eigen publiek van VVV. En boekt VVV een zeer verrassende overwinning op bezoek bij Volendam.